Voor de vormgeving van de lin zijn we uitgegaan van de Stor en de Soren. En als je die twee haren naast elkaar zet, dan zie je, als je ons oude assortiment kent, dan zie je die lijnen van die kachels uit 1980, 1979 terug. Dus zoals Pa vroeger zijn eerste kachels tekende, die lijnen die komen weer terug in de Soren en in de Stor. En die zie je ook weer in de lin. Hier heb je een foto van een Haal 3 uit 1980. Die heeft mijn vader nog gemaakt. En die lijnen, die vlakverhoudingen, die je ook hier terug ziet in de tekening. Zie je? Handgemaakt door ons pa. Dat is kenmerkend voor een lenershaard, zo die verhoudingen. Wat ik goed vind gelukt aan de lin, onder andere, is dat je het vuur altijd goed ziet. Dus omdat het een hanghaard is, heb je hem toch net iets hoger hangen, het vuur. En je kunt het draaien, waardoor het vuur altijd in zicht is. Soms proberen we een beetje spanning aan te brengen in de vorm. En bij de lin hebben we dat gedaan door de opening niet exact 90 graden te maken steeds. Dus niet een exacte rechthoek. Maar de randen een klein beetje naar binnen te laten lopen. En je moet goed kijken om dat te zien. Maar je voelt die spanning ook meer dan dat je het ziet. Hier zie je dat die lijntjes een klein beetje schuin lopen. En daar zie je dat ook. Wat ik goed gelukt vind aan de lin, onder andere, is de mantel. En die hebben we rond weten te krijgen door op te zetten. En die zettingen hebben we een klein beetje schuin gezet. En dan krijg je zo'n interessante oppervlakte waar ook het licht mee speelt op het moment dat die wordt gedraaid. En eigenlijk valt het pas op als je er dichterbij komt. Dat is mooi van die haard. Die spreekt je aan van afstand en naarmate je dichterbij komt, ontdek je zulke soort details. De lin is leverbaar in het zwart, anthraciet, grijs, bruin en ongelakt. En als je hem ongelakt bestelt, dan zal de hitte van het vuur ervoor zorgen dat hij langzaam verkleurt. Elke keer als wij een nieuwe haard ontwikkelen, dan is het ons doel om onze klanten te verrassen. Verrassen, maar het moet ook herkenbaar zijn. En ik vind dat dat met de lin erg goed is gelukt.